In 2016 stond bij een fikse regenbui het water in Breedeweg tot in de huizen. Om deze wateroverlast verder te voorkomen is toen gestart met een aanleg van een 7-stromenbaan. Om het water op te vangen en vast te houden op de juiste plaatsen. Vanochtend werd stroombaan 2 opgeleverd met een klein feestelijk moment. We staan hier bij stroombaan 2, een feestelijke opening. In het verleden is dit dorp behoorlijk door regenval op de stuwwallen. En het water wat langs de stroombaan, wat tot een meter hoog in het dorp gekomen is. Nou, daarvan hebben we met de gemeente gezegd, daar willen we wat aan veranderen. Dat willen we eigenlijk niet meer. En daarvoor hebben we een aantal het water opgevangen, spaarbekkens, infiltratiebekkens gemaakt die dat moeten voorkomen. Infiltratiebekkens klaar met ruim 25 miljoen liter wateropvang. En als het goed is, zeg maar, kan al dat water binnen 48 uur weer terug infiltreren de bodem in. Zodat we ook het grondwater aan kunnen vullen en dat dan weer in gebruiken in tijden van droogte. Dit miljoenenproject kwam tot stand dankzij intensieve samenwerking met verschillende betrokkenen. Als we zien voornamelijk hoe de ambtenaren samengewerkt hebben en ook voor de grondverwerving met de boeren, met de inwoners. Ja, ik denk dat een hele club bij elkaar en met name de toch wel unieke samenwerking met het waterschap, die is wel heel belangrijk in deze. Maar ook fijn voor het waterschap om zo'n mooie klus te laten zien. Want hoe vaak hoor ik van inwoners, wat doet het waterschap eigenlijk? Nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld wat er gebeurt. Het gebied was rijk aan dassen. Daarop is in samenwerking met Das en Burgt een aangepast plan gemaakt. En de dassen hebben inmiddels de nieuwe mogelijkheden al ontdekt. Prachtige kraanburgt in het gebied. Nou, die is ook onaangeroerd gebleven. Maar wel bijburgten zijn er ook. En in het project staat één bijburgt. Een vluchtpijp noemen ze het ook wel. Nou, die hebben we kunnen verplaatsen. We hebben heel goed kunnen samenwerken met Das en Boom. Die hebben we er direct aan de voorkant bijgehaald. Met een heel goed plan. En je ziet ook nu dat die das het eigenlijk alweer helemaal omarmd heeft. Het gebied heeft zijn plek alweer gevonden. En de das die gaat vanuit zo'n kraamburgsituatie fourageren in het gebied. Ja, en die maakt gebruik van de dammetjes die we hebben gemaakt om over te steken naar achterliggende maispercelen. Breedeweg behoudt voorlopig droge voeten. Breedeweg heeft wat betreft het waterschap en het werk wat we hier uitvoeren voorlopig droge voeten. Zeg nooit nooit, dat weten we inmiddels ook. Maar we hebben er veel aan gedaan om het te voorkomen.